Een heel hartelijk welkom bij de straten van Amsterdam. Vandaag zijn mijn cameraman Renske en ik hebben het pontje genomen, zijn we het IJ overgestoken naar Noord. En ja, als je dit shot ziet, dan denk ik wel dat u kunt begrijpen waarom. Want als je dat zo ziet, dan kan je toch bijna niet geloven dat we nu nog in Amsterdam zijn. Dat is wel zo. Stoombootweg zijn we vandaag. En we beginnen bij Café de Bierhut. Zit de vijver in de klok? Nee, maar is dat nodig? Volgens mij vinden dat de gasten dat in ieder geval niet. Die zijn al lekker aan het borrelen. Een goedemiddag allemaal. Ja, hallo. Goedemiddag. Hallo. En ik loop meteen naar de baas, Gerry. De baas, ja. Toch? Ja, hou het daar. Kun je een heel klein beetje draaien, Gerry? Want ja, dan kunnen de mensen thuis je ook goed zien. Moet ik blijven zitten of mag ik staan? Je mag lekker blijven zitten als je dat fijn vindt. Oh, en iemand zegt doe de hoed af, maar dat hoeft niet hoor. Ja, voor een krakenzonnesteek. Ja, je hebt hem nu wel speciaal voor ons eerder geopend. Want normaal gesproken doe je iets normaal zijn later. Dicht. Ja, die mensen zijn even gekomen voor de gezelligheid. Want, ik ga pas fijn dat jullie allemaal wilden komen. Ja. Maar normaal gesproken om 8 uur? Ja, ga ik om 8 uur open, ja. Tot hoe laat? 1 uur. Oké. Okay. En jullie zijn er vaak te vinden dus allemaal? Ja, geregeld. Ja. Geregeld. Mag ik even binnenkijken dan? Ja, natuurlijk mag je binnenkijken. Dan moet ik even goed nadenken. Dan moet je even langs Tony Haas. Dat het niet hoort, hè, dat ik hier zo lang zit. Ja, nou, ja, dat is nu wel bewijsmateriaal. Ja, dat was ik al bang voor. Ja, dus bij deze, je kan alvast je excuses aanbieden, hè? Ik hou van je, schat. Dat moet je in de camera zeggen, hè? Nou, helemaal goed, ik ben hier nooit. Ik ben hier voor de eerste keer. Ik hou van je mop. Ze zal het hem ongetwijfeld vergeven. Zo, het is hier wel donker, Gerry, ja. Ja, het is hier altijd een beetje. Dat komt door het rookhok. We hebben een rookhok hier moeten timmeren en dan ben je een hoop licht kwijt. Dat is wel jammer, natuurlijk. Maar het was wel de moeite waard. Jawel hoor, je kan. Kunnen ze niet buiten roken dan? Ja, dan zijn we nou weer van plan om dat rookhok weer weg te doen en dan weer buiten roken. Maar ja, we zitten hier ook altijd gezellig. En de mensen zijn eraan gewend. En 's winters zit je hier natuurlijk beter als buiten, hè? Ja, maar ik kan me voorstellen, als ik zo even kijk naar in ieder geval de vaste gasten die nu op het terras zitten buiten, daar roken er aardig wat. Ja, bijna allemaal. Is het niet zo dat gewoon de avonden hier meer in het rookhok inmiddels plaatsvinden dan hier in de bar? Nou, dat 's middags is het nog wel een beetje, morgenmiddag dan en in het weekend. Dat ze nog in het hockey blijven hangen, maar 's avonds komen ze toch wel allemaal naar buiten hoor. Dan komen ze toch wel aan de bar zitten, ja. Dat is toch wel gezelliger. Ja, en dan lopen ze af en toe het hockey weer in, ja. En het verveelt kennelijk niet, want je doet dit al 30 jaar. Al 30 jaar, ja. Ja. Maar ik loop hier al vanaf mijn 20ste hoor. Want ik heb hier boven gewoond toen ik 20 was. Kijk. Toen was het al een café. Ja, en toen werkte hij hier? Nee, toen werkte ik in de bouw gewoon. Ja. Dus, en toen woonde ik kom uit Amsterdam en toen ik 20 was ging ik hier boven. Ik ben hier ook vandaan getrouwd. Mijn vrouw woonde een straatje verderop. Ja, maar hoe kwam dan het moment dat je op een gegeven moment hier de toko over ging nemen? Nou, ik werkte in een discotheek in Ozaan. Ja. En die discotheek die ging een beetje wat minder worden. Nou, dat wou ik mijn baas niet aan doen. En ik ken dit al heel lang natuurlijk, dit café, want het is eigenlijk een stamkroeg. Ja. Nou, en toen hoorde ik dat hij te koop was. Ik denk, nou kijk, en toen heb ik hem gekocht. Maar dan ben je in één keer de baas. Dan kun je niet meer lekker aan de bar zelf zitten drinken. Dat lijkt me toch wel een omslag. Nee, maar achter de bar kan je ook drinken hoor. Oh ja? Jawel. Gaat wel een biertje in? Jawel hoor, ja. Nee, ik ga niet op het droge. Als ik werk, dan drink ik. Ik ga niet op een 7-Uppie werken, dat doe ik niet. Maar hoeveel biertjes gaan erin dan? Op een gemiddelde avond? Ze hebben me wel eens geturfd op een stuk of 50. Op een lange dienst, hè. Dat is dan dat je 12 uur hier bent. 50? Ja, kleintjes, niet van die grote bellen. Nou, laat even zien wat voor glazen dat zijn dan. Ik drink nooit grote biertjes. Nou, maar ik drink nou geen bier meer, hè? Oh, helemaal niet meer? Nee, ik drink geen bier meer. Ik drink nou je neven. En dan gaan er ook wel eens. Ik altijd. Nou, dan vind ik 50 van die glazen lijkt mij best pittig. Ja, nou, maar ik heb ook een groot lijf. Ik ben bijna 71. Dus. Maar je moet ook nog naar huis komen, Gerry, want je woont hier niet in de buurt. Ja, ik ben wel eens aangehouden, hoor. Oh, en? Nou, dan kon ik een jaartje op de fiets. Dat ben je niet. Ja, dat is de andere kant van de medaille. Nee, maar ik ga nou met de taxi of ik word gebracht. Als ik ietsje drink, rijd ik meteen niet meer. Oké, okay, gelukkig, want dat kan natuurlijk echt niet, hè, Gerry? Ik was ik nog jong en een beetje wild. Maar nu niet meer. Nee, dat doe ik niet meer. Gelukkig. Nee. Hey, en ik zie achter jou heel veel attributen aan het plafond hangen. Ja.
ketels, muziekinstrumenten, een vogel. Alles hangt er. Ja, ja. Hoe ben je eraan gekomen? Dat nemen de klanten allemaal mee. Ja. En er hing al een hoop hoor, er hing al een hoop. Maar is dat, nemen klanten mee van een instrument dat blijft achterliggen? Ja, of echt met, hey Gerry, hang dit aan het plafond? Met zo'n keteltje, Gerry zit wat voor je, nou ja, hang maar op. Nou, gebruik hem nou als fooiepoort. Ja, toch? Ja, en die maat die hier werkt, die stoot de kop iedere keer, want die is wat groter. Die loopt iedere keer met de kop tegen het keteltje aan. Misschien een nieuw plekje zoeken voor de ketel. Ja, 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 maar ja, dit is voor mij wel precies lekker makkelijk en precies bij. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar het lijkt me ook wel veel schoonmaakwerk trouwens. Ja, dat moet ik, dat doe ik even met plumbootje of zo. Dan ga ik toch niet, dat ik dit allemaal, dat doe ik niet hoor, dat schoonmaken. Nee, dat, oh, niet. Gaat er niet af elke tegen jaar. De waardewet zeggen, dat het niet schoon is. Nou, die kijken misschien wel mee. Ja, nou, die kijken wel lekker mee. Je ziet nu wel wat mensen buiten zitten, maar hoeveel mensen komen er gemiddeld op een avond bij jou binnen? Nou, het is wel weer teruggelopen door de gerook, maar ja, het zal niet ook enig. Ja, zal het niet weten, ik tel ze eigenlijk nooit. Er mogen er maar 50 in, dus. Mm. Nou ja, als er 50 in zit, dan is het druk hoor. Het is maar heel klein natuurlijk. Een klein cafeetje. Ja. Maar komen die mensen hier ook allemaal uit de buurt? Nou, Landsmeer, Noord, Ozaan, Molenwijk een paar. Maar echt uit de buurt? Nee, uit de buurt, ja, dan toevallig. Die komt wel uit de buurt? Ja, die woont hier een straatje verderop. En hun woont in Tuindorp. Ja, dat is wel, ja, Tuindorp heb je natuurlijk ook wel een hoop mensen nog. Maar kan je er wel goed van rondkomen dan? Ik eet er al 30 jaar een boterhammetje van, dus... Ja, omdat je net zei, van het is wel wat teruggelopen. Het is inderdaad wel wat teruggelopen, ja. Maar het is nog wel te doen. Jawel, jawel. Het is nog, maar ik ben maar heel weinig open. Ik ben maandag, dinsdag en woensdag ben ik dicht. Lekker lang weekend. Ja, heel lang weekend. Ik ga vanavond eigenlijk pas om 8 uur pas open. Het is nou donderdag. Ja. Dus ik ben eigenlijk donderdag ook nog de hele dag dicht. En dan ga ik morgenmiddag ga ik zelf werken dan van 2 tot 3. Tot 3 uur 's nachts. Ja. Ja, een lange dag. Ja, dat is een lange, ja. Hey, en hoe is het dan met de buurt? Want we maken natuurlijk nu straten rondom de stoombootweg. Ja, ja. Je zegt, nou, veel vaste gasten die komen wel van wat verder op. Ja, ja, ja. Hoe is dat met de buren? Ik heb nooit last met de buren. Ja, joh. Nou, het is vaak, kan ook wel voor wat heibels worden. Toen ik wat jonger was, werd ik nog wel eens gebeld met de woorden van Ger, kan je muziek even ietsje zachter? Ja. Nou, dan deed ik het dan, dan zette ik hem wat zachter. Maar ja, ze zijn, ze hebben nou geen kleine kinderen meer, dus en ik draai ook niet meer zo hard als vroeger. Je vindt het zelf ook wel prettiger dat de muziek wat zachter gaat. Beetje rustig aan, ja, want zelf word ik er ook af en toe afgespannen van die herrie. En helemaal met die nieuwe muziek natuurlijk, met het hiphop en het rappen. Dat draai je allemaal wel? Nee, dat draai ik lekker niet. Oh, wat staat er dan op het programma? Meestal weet het jochie, dat geblondeerde. Dat dikke jongetje wat zoveel bier dronk en worsjes at. Hoe heet die gozer nou? Ik heb geen idee. Hoe heet dat jongetje nou? Hij is begraven in het Olympisch Stadion. Hoe heet het? Hazes. Hazes, zeg ik goed. Iedereen trapt erin. Ja, als je het over een jongetje. Ja. Nou ja, ik ben net zo oud als hem, dus... Ik zie nog een jongetje, maar er wordt hier veel hazes gedraaid. Heel veel, ja. Heel veel hazes. En meezingen ook? Meezingen ook, ja, als die microfoonen heel zijn. Meestal zijn ze dan een week of je over een stuk. Oh. Want ik ga nooit zo lang mee, de microfoon hier. Ik weet niet hoe dat komt. Hoe komt dat dan? Ja, ik weet niet wat ze ermee doen. Als je even niet oplet, dan leg je in de spoelbak of zo. Maar dan wordt er wel volle borst meegezongen. Ja, uit volle borst, de hele kroeg zingen ze dan mee. Ja. Dat is wel leuk. En nou, hoe heet die, hè? Veel, die Amerikaan met het hoedje, hoe heet die nou? Die ook filmster is. Ah, wat zingt die nou? Nou, dat doe ik niet. Dan trapt hij er weer in. Ja, ik dacht al. Ik voelde hem alweer aankomen. Gerry, ik ga jou achterlaten hier in het café. Ik vond het even... Naar Tony Hazes, kijk. Komt ook nog hier langs? Die zingt nog wel eens hier. Ja, die kan nog wel redelijk de stemming. Misschien is hij wel verantwoordelijk voor het slopen van de microfoons. Nee, jij hebt zelf een microfoon, Tony. Oh, kijk. Hé, hey, Gerry, moet echt verder. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Vond ik ook. En als jullie zo meteen wat willen drinken, ik ben nog een half uurtje open. Dan gooi ik hem dicht. Kom, misschien nog wel even een bakkie bij je drinken. Dankjewel, Gerry. Oké. Okay. Oh, oei. Onder de kabels door. Ja, we gaan door naar Leo. We duiken de geschiedenis in. Hallo, Leo. Ja. Welkom in de uitzending. Oh. Ja, we zijn al begonnen, hè? Ja, dat heb ik begrepen. Zullen we een stukje gaan lopen? Dat gaan we. Okay. Ik volg je. Oké, zullen we die kant op gaan? Ja.
de goede kant gaan we op. We gaan de goede kant op. Ja, want we hebben je niet zomaar benaderd. Nee. Je weet heel veel over de geschiedenis hier van de stoombootweg. Doeg jongens trouwens. Omdat ik hier al geboren en getogen ben. Ja. Ik ben hier al 76 jaar terug geboren. Ja. Op de stoombootweg. En mijn huisnummer was 37. Dat is een eindje verderop dus. Dat is eindje verderop, ja. Want we gaan nu van de Meerbrug af naar de dijk. Ja. Ja, want en, wij willen weten, heel graag, en ik denk de kijkers ook, de stoomboot weg. Ja. Waar dat komt die naam vandaan? Omdat aan de Landsmeerderdijk, daar is de steiger gemaakt voor het vervoer van mensen voor de stoomboot. Maar over welk jaar hebben we het dan? Dan praten we over het jaar rond de 1900. Ja. En dit was dan de route? Dat was de route. Dit was een pad dus, Landsmeer. En daar heb je de foto's van gezien. Het was een smal padje. En het eindigde dus naar de Kadoelen toe, of naar de Landsmeerderdijk. Ja. En daar gingen dan de mensen erop. Want ook ging er ook de melkschuit, is er voor die schuit geweest, voor de Antoinette, waar het om gaat. Ja. Is er ook de melkschuit nog geweest. De Antoinette was die stoomboot. Dat was die stoomboot. Maar dat was meer voor personenvoer. Een beetje hetzelfde als het pontje wat we nu kennen eigenlijk. Ja, maar er gingen er tussen de 2,5 en 300 mensen om. En die verzamelden zich. En dan stopten ze ook nog aan de Kadoelen. En dan kon je daar ook nog op stappen. Ja. En dan voerde dat naar de Prins Hendrikade. En daar gingen de mensen eraf. Maar dat was puur vervoer van personen. De Antoinette. Maar er werden dus ook goederen vervoerd. Goederen. Melk. Melk. Ja, dat ging ook mee. En die melk die werd dan weer afgezet bij de Prins Hendrikade recht over de Sint-Nicolaaskerk. En dat was het verzamelpunt van melk en eieren. En van daaruit gingen ze dan de melk verkopen aan de consument. Werd het uitgeventen, werden ze dan noemden. Ja. Aan de deur. En zo was dat alle dagen het vervoer. Maar wanneer is dat dan? Wanneer is dit dan aangelegd? De weg echt? Dit is voor zo 1800. 1800 is dat aangelegd. Want dit is nu waar wij nu staan. Ja. En werd het ook met schuitjes werd het allemaal verhandeld. Alle goederen aangebracht. Ja. Maar er werd ook gevent dus dat hier woningen kwamen. De groenteboer kwam met een bootje. De melkboer kwam met een bootje. En zo werkte dat. En we hebben nu hier allemaal, wat we nou zien, kleine bruggetjes, lage bruggetjes. Maar vroeger had je hoge bruggen. Ja, anders kon je natuurlijk ook helemaal niet langs. Dan kon je er onderdoor. Ja. En dan had je 5 treden omhoog. En eroverheen en aan het erfkant, dus aan de huizenkant. Ja. Dan liep dat zo schuin af. En dan konden de bootjes gewoon er onderdoor. Want kijk, dan liepen ze met de stok, liepen ze dan die bootjes te vervoeren. Als die helemaal vol zat. Als die niet helemaal vol zat, dan deden ze het roeien. Met de roeispaan. En zo werkten ze dus dat allemaal met de mensen. Dat was eigenlijk vervoer. En later kwam natuurlijk de vaarding, paardenpad, wat ze dat noemden, door de paarden. Met middenin steentjes voor het paard. Ja. In de zijkanten waren er zintels voor de paardenwagen. En dan kwamen ze bij de stoomboetweg daaruit op de Landsmeerderdijk. En dan kwam je dan bij de steiger van de Antoinette, waar de boot dan lag. We weten nu waar die naam vandaan komt, de stoombootweg. Daar komt dus de naam vandaan van de stoombootweg. Nou, dat heeft u heel goed kunnen uitleggen. Ja, nou, prima. Ja, maar even nog terug, want u kent die buurt dus ook, u bent hier geboren en getogen. Ja. Dus is ook, was het al anders natuurlijk. Heel maar veel veranderd. Heel veel veranderd. Ja. Positief of negatief? Ja, het is andere tijd. Als ik eerlijk moet wezen, was het vroeger, vond ik het netjeser. Ja? Ja, netter. Want dit, wat we nu zien, dat hielden wij, als bewoners hielden we dat bij. U vindt eigenlijk dat de bewoners dit wat beter bij moeten houden? Nou, je wist vroeger niet beter. Kijk, dat is nu anders. Als wij de tuin deden, thuis, gras maaien. En dan moesten we ook de graskant aan deze kant doen. Omdat wij in huis zaten. En dan keken wij ook op de weg. Ja. En dan moesten we dat gras moesten met het rolletje doen.
Oh, dit is eigenlijk, ja? Het gaat om dit gedeelte waarvan u zegt van nou, dat mag er wel iets netter bij liggen. Die tuinen waren. Ik, mijn ouders was een tuin, dat was schitterend. Maar omdat het er netjes was, dan deden we dat ook maaien. Of met een grasrol. En als er gras in de sloot viel, dan moesten we van mijn ouders moesten met een grasharrek eruit, want dan mocht er niet in blijven. Nee. Zo ging dat eigenlijk. Maar heeft u dan niet de behoefte om bij mensen aan te bellen en te zeggen? Nee, dan lachen ze me uit. Nou, u heeft eigenlijk nu al een boodschap doorgegeven via ons programma, toch? Nee, ik wil niet de mensen, nee. Maar dat ontstaat gewoon. Nee, niet ten nadele van de mensen die hier wonen. Nee. Het is natuurlijk een uniek plekje. Ja, dat mijn cameraman zei direct toen we de straat inreden, hier wil ik een huis kopen. Ja. Nog in Amsterdam, rustig en goed. Ja, er komt er eentje. Er staat er een trouwens te kopen. Wat kost dat, vraagt hij. Weet u dat? Wat betaal je? Ik durf het niet te zeggen. Ongeveer? Nou, ja, je moet rekenen. 4-5 ton. Ja? Ja? Oh. Kijk, als je het betaalt het zo goed, camerawerk? Als je het betaalt, of noem wat het. Mijn ouders zijn in 1920 hier gekomen wonen. Ja. Mijn vader heeft het huis toen laten bouwen. Hele andere prijzen. Ja. Maar dat was in die tijd ook hartstikke veel. Ja. Hoeveel heeft hij toen betaald? Weet u dat? 4200 gulden. En het verschil is, deze huisjes, die kostten er toen 800-900 gulden. Okay. Nou, daar gaan we ook verder praten. Ja. We gaan even naar dat bed and breakfast toe. Dankjewel. Ja. Wat Leo. Hier. Ja. Heel erg bedankt. Succes. Ja, ermee. Dank u wel. Ik hoop dat je, ja. Succes. Hè? Heel erg bedankt. Ja, we gaan door naar bed and breakfast de Noorderling. Bedankt. Daar wacht Henk op ons. Dankjewel, Leo. Ja. Kijken. Ja, daar is hij. Doet even de deur dicht, want anders ontsnapt de kat, heeft hij me al verteld. Hi. Hallo. Daar zijn we dan. Ja, ik ben nog even mijn papiertje aan het wegmoffelen. Ik wil je even een hand geven. Hoi. Hey, Henk. Saïda. Ja, graag. We moeten even wachten, hè? Want anders ontsnapt de kat. Als het past allemaal, want Renske moet er ook nog in. Mogen gewoon lopen. Zijn er ook gasten op dit moment, Henk? Nee. Helemaal niemand. Of zijn ze op pad? Ze zijn opnieuw op pad, ja. Ja. Weet je waar ze naartoe zijn gegaan? Ja, ik denk gewoon naar de stad, gewoon naar het centrum. En dan fietsen ze? Nee, want ze hebben de fietsen hebben ze hier achter staan. En ik denk dat ze naar het museum zijn of aan een Frankhuis of dat soort dingen. Ja, dat zijn toch de standaard dingen die ze dan willen zien, ja. Hè? Waar komen ze vandaan? Deze twee komen uit Duitsland. En hoe is je Duits? Mijn Duits is heel slecht. Dus je doet het in het Engels? Ja. Ik doe eigenlijk continu alles in het Engels. Hoe lang hebben jullie de kat die miauwt heel zielig. Of is het normaal? Ja, dat is normaal. Okay. Een jaar of 8. Oké. Okay. En ik ben wel kat gewend, maar dus als ze zo miauwen, dan zitten ze meestal bij ons thuis niet zo lekker in hun vel. Maar dat is dus niet zo. Nee. Dus even afgeleid. Het is allemaal alleen maar eten. Oh, kijk. En hij vindt het leuk dat mensen rondlopen. Nou, dan zit hij goed met een bed and breakfast. Maar 8 jaar geleden zijn jullie begonnen. Zijn ondertussen trouwens naar de tuin lopen? Ja, dat is goed. Ja? Waar kwamen jullie toen vandaan dan? Oorspronkelijk kom ik van de Nieuwe Lammerdijk. Ja. Dat is hier in Noord ook. Ja. Ook een mooi plekje. Ja. En toen ben ik op 18-jarige leeftijd ben ik toen naar Jordaan gegaan. Ja. En daar heb ik 40 jaar gewoond. En nu ben ik weer hier. En waarom een bed and breakfast? Ik kom uit de horeca. Ja. En vandaarom dat ik ook gewoon iets in de horeca weer wou doen. Ja. Dus vandaar dit. Nou, ik vind dat nogal een stap, hoor. Ja. Toch? Ja. Want ik weet niet, wat voor een werk in de horeca deed je? Ik ben kok. Kijk. Dus hier staat een heel lekker ontbijt op het menu voor de gasten. Zeker weten, ja. Mag even naar de kamers kijken, want die zitten achter, toch, in de tuin? Je hebt het laten zien, toch? Ja, maar toen was de cameraman er nog niet. Okay. We zijn hier zogenaamd voor de eerste keer, hè? Dat begrijpt u. Is goed. Ha, 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 ha.
En we wachten even op de sleutel. Nee, dat is ook helemaal niet erg, maar omdat... Dat is helemaal niet erg. Nee, dat klopt. Maar wij proberen natuurlijk altijd heel erg voor te doen voor de kijkers. Alsof het allemaal heel spontaan gaat. Ja, want je dacht natuurlijk van... Is de uitzending al begonnen? Nee, of jullie al bezig waren. Ja, precies. Maar dat is niet zo. Nee, we zijn nu net begonnen. Kijk. Dit heb je helemaal zelf gebouwd? Ja. Mogen we even zo... Ja. En nu kan ik ook niet meer verrast gaan reageren natuurlijk. Nou, wat leuk die tafel, Henk. Hier gaan de gasten dus aan. Hier wordt het ontbijt geserveerd. En mag ik ook even het kamertje... We kunnen hier ook gewoon koffie en thee drinken. Wat staat er dan op het menu, 's ochtends? Wat maak je dan als kok? Vers fruit. Ja. En yoghurt hebben we. En we hebben 3 soorten brood. En ja, nou gewoon een beleg natuurlijk, kaas en ham en het andere beleg. En dat flink. Flink ontbijt in ieder geval. Ja, ze hebben niet te klagen. Tenminste, ik heb er nooit klachten gehad, laat ik het zo zeggen. Nee, zit niemand in? Die kamer is leeg. Ja. En komen er wel gasten zometeen? Ja. En waar komen die gasten vandaan? Die komen uit Italië. Maar het is 1 persoon en morgen komt zijn vriend. En die ligt straks weer in die andere kamer, omdat die andere weer vertrekt. Zo schuift alles weer door. Ja. Leuk hoor. Wel een mooi plekje. En een prachtige tuin. Ja, het is voornamelijk het dank aan mijn vrouw hoor. Ja, is de tuinvrouw. Ik doe het gras dan. Ja. En ik veeg. En mijn vrouw die houdt... De bloemen en de planten en de bomen bij, zo dat soort dingen. En kunnen jullie samen echt leven van de bed and breakfast? Nee, want mijn vrouw die werkt ook gewoon, die heeft fulltime baan. Ah, wat doet ze? Ze is een HR-manager. Wauw, kijk. En wel in Amsterdam werkt ze dan? Nee, ze werkt in Haarlem en Beverwijk en rondom eigenlijk. En jij doet dan echt... Ik doe dit. Ja. Dus het strijken en dat soort dingen. En, dat lijkt me dan helemaal niet leuk om te doen. Of is dat wel oké? Okay? Strijken, schoonmaken en zo. Ja. Maar met die gasten kletsen, dat lijkt me wel. Dat hoort er allemaal bij, ja. Hè? Ja. Maar goed, het gaat allemaal namelijk erg goed samenwerken. Mijn vrouw die doet dan ook de reserveringen. Oh, kijk. Via Booking. En, ja. Maar kijk, Booking is nogal een... Een beetje een vreemde organisatie, omdat het mensen die kunnen gewoon boeken, ja. Maar ze hoeven niet meteen te betalen, weet je wel. Ja. Ik ken het, ja. Dat vind ik ook best wel fijn. Je kan het dan altijd nog wel cancelen, maar dat is voor jullie niet fijn natuurlijk. Dat is helemaal niet fijn, nee. Want er zijn ook mensen, er zijn zat mensen erbij die bijvoorbeeld die gewoon niet komen. En dan lopen jullie mis en staat hier de tent leeg. Ja. Maar niet nu in ieder geval. Niet nu. Ik ga je ook niet langer storen, want volgens mij moet je alles klaarmaken voor die Italiaan die zo meteen komt. Nee hoor, je stoort me niet. Nee? Maar kijk, dit zijn dus die fietsen van die andere mensen. Dus ze zijn nu met de bus naar... Ze zijn lekker met de bus naar het centrum gegaan. Ja, het zijn te dure fietsen om mee naar het centrum te gaan. Hè? Oh, dat mag niet. Ja, dat mag wel. Oh. Maar ik ben bang dat ze... Nee, en bovendien toeristen op de fiets. Ja. Je mag het niet zeggen, maar... Het is voor mij altijd een grote zeggen, frustratie. Ja. Hey Henk, ontzettend bedankt. We moeten meteen door. Ja. Want Mark wacht nog op ons aan de overkant. Die heeft een massagesalon daar. Ben je daar wel eens geweest? Ik heb er nooit van gehoord. Dat is wel gek, want dan zou je ook zo je gasten naartoe door kunnen verwijzen. Ja. Waar zit hij dan? Een paar deuren verderop. We gaan nu lopen. Als je zo meteen naar de uitzending kijkt, dan ga je het zien. Ja, in ieder geval heel erg bedankt dat we mochten komen kijken. Ja, en doe de groeten aan je vrouw. Zal ik zeker doen. En we moeten even wel goed oppassen als we naar buiten gaan natuurlijk weer met de deur en de kat. Moeten we dat gaan doen? De kat is weg, hè? Ja. Ja. Oké, gelukkig. Henk, heel erg bedankt. Ja hoor, graag gedaan. Dag. Dag. Doeg. Hij zit daar. Doei Henk. Doei. Ik ga
loop even in een stevig tempo door. Sorry Frank, de cameraman. Oh, je vindt het goed, want de tijd vliegt voorbij. En een bezoekje bij Mark is ook zeker de moeite waard. Want ook hier is er heel veel te zien. Iemand zegt, ja, ik ben druk aan het bellen. Loop door. Zullen we maar doen. Ik weet alleen niet waar ik nou moet gaan aanbellen. Want... Zit Mark daar? Nee. Volgens mij moeten we dan meteen door naar achter. Ja, het is geen geheim meer. Ik ben hier net voor de uitzending dus al langs geweest. Dus we weten al het een en ander en we kunnen de weg vinden. Ik weet bijvoorbeeld dat hier iemand huurt op dit moment. Een vrouw woont hier. Daar gaan we niet binnenkijken. Hé, daar gaat een deur open en dicht. Nou, ik loop gewoon door. Hoi. Hoi. Hallo. Jullie zijn van? AT5. Oh, van AT5. Moeten we daar zijn? Nou, ik zal eventjes, ik loop even mee. Ja, want u woont hier ook? Nee, ik woon hier niet. Ik ben gewoon even lekker op bezoek hier. Ja, dat snap ik. Fijn plekje. Ja, ze hebben toevallig net een huisje dus leuk verbouwd hier. Dus, ja, het is ook zo groot, uit. Die tuin. Ja, het moet allemaal opgeknapt worden, maar het komt allemaal wel goed. Ik ga het eventjes aankloppen, want hij is bezig met een klant volgens mij. Oh, oké. Ja. Hallo, welkom in de uitzending. Goedendag. Ja, jullie waren al bezig, of niet? Ja, ik ben aan het werk eigenlijk. Ja, en... Dat krijg je bij Live TV. We lopen gewoon binnen tijdens werk. Hallo. Hey, hallo. Welkom in de show. Ja, dank je. Ja, wat voor een massage was je mee bezig? Nou, momenteel ben ik bezig met de benen. Want deze mevrouw heeft een heel erg staand beroep. En die gaat binnenkort dit weekend staand werk ook doen. Die moet op een soort markt staan. Misschien heb je gehoord. Het is bij Kasteel Haarzuil is een groot evenement. En dan gaat ze allemaal workshops geven, dus die moet de hele dag staan. Mm-hmm. Dus ik ben nou even de benen aan het doen, zodat ze het weekend goed door kan komen. Kijk. Dus, nou ja, je kan ondertussen mee verder gaan. Oh, als mag ik je dan wel in die tussentijd ook vragen stellen? Moet ik ook niet zachter gaan praten? Dat hoort toch een beetje? Nee, want het is een energetische massage. Ze moet niet in slaap vallen, ze moet energie krijgen. Oké, dus, nou, dan blijven we gewoon op dit volume niveau praten. Dat kan. Pak ik die er even bij, want anders is het een droge huid en dan vindt ze me helemaal niet aardig. Wat ik me afvroeg, hoe lang woon je hier? Nou, dat is de zomer 2007. Dan heb ik eerst in het huisje wat je daar ziet gewoond. Ja, waar nu een huursje zit, hè? Ja. Dat heb ik al inderdaad verteld. Oké, dus daar ben ik begonnen. En toen hebben we voor alles eruit gehaald. In dat voorhuis woon ik namelijk nu. En dat was, moet ik zeggen, jaren 30, jaren 50. Niet geïsoleerd. Gewoon alles eruit. Helemaal gestript. Dus ik heb een jaar hier eerst gewoond en daarna naar voren gegaan. Toen ben ik dat als studio gaan gebruiken. Ja. En nu zijn we weer een paar jaar verder. Dit was een oude schuur. En daar hebben we daar een studio van gemaakt. Ja, het is een zoveel jaren project. En je ziet, het is nog niet af, want we zijn nog steeds bezig. Maar dat heb je met de oude huizen. Ja, dat hoort erbij. Ja. Maar hoeveel mensen ontvang je hier dan op een dag voor een massage? Het is net als een winkel, hol of stilstaan. Dat kun je niet voorspellen. Ik weet op het eind van het jaar, ik doe het sinds 1999, kom ik altijd uit. Maar vraag me niet hoeveel per dag. Dat is niet, gewoon heel veel. Ja, en ik werk nog in de sauna en ik geef les op de yogaschool. Voor cursus voor yoga en massage. Ik heb daar massagecursus gegeven en zo. Ik kom wel eens bij bedrijven langs, dus met de stoelmassage. Dus het zijn allemaal dingetjes, weet je wel. Mm. Dus. En buurtbewoners, want ik was net aan de overkant bij de bed and breakfast. Ja. Die wist helemaal niet dat je hier zat. Nee, de andere buren weer wel. Ik heb hier, dit is bijvoorbeeld ook nog een buurvrouw. Maar ja, lijkt me best wel praktisch als je buurman even kan masseren, toch? Ja, van heb je zo meteen even, is goed hoor. Kom maar langs in de lunchpauze, kom maar langs, geen probleem. Ja. Want dat wil ik even nog tot slot, want we zijn al bijna door de uitzending heen. Maar hoe is het hier aan de Stoommotorweg? Want zo lang woon je er ook nog niet. Nee. Je bent meerdere plekken gewend hier in Amsterdam. Ja. Hoe het is. Nou, ik kom van een schip van het IJsselmeer af. En het was heel erg vrij.
En dat hield op een gegeven moment op en dan moet je wat anders hebben. En dan had ik zo'n lijstje en dan kun je alles zeggen wat je echt wil. Nou, het moest vrijstaand zijn en gratis parkeren. Want mijn klanten komen bijna al met de auto. En toen rolde dit eruit en ik wist niet eens waar het lag. Dus ik ben hier gaan rondlopen. Wat is dit voor een hoek, weet je wel? Het is zo mooi. Ik had het helemaal niet ontdekt. Nee. Ik woon hier, ik weet niet hoe lang in Amsterdam. Vanaf mijn studententijd, dus 30 jaar of zo. En toen wist je meteen, dit huis wil ik hebben. Ja, dat was wel goed. Ja, ik zag daar de mogelijkheden wel van. Nou, ja. Mijn cameraman, die is dus ook helemaal wild van deze straat. En op zoek naar een koophuis. Maar we hadden net een gesprek daarover. Op wat voor een prijs moet je dan rekenen? Wat is een vraagprijs? Ik denk dat dit het kleinste huis is. Ja. Dus ik weet de boswaarde van dit huis. Nou, tussen de gemeente en mij is een verschil van inzicht af en toe. Mm-hmm. Komt vaker voorbij in gesprekken met Amsterdammers, ja? Dus goed, maar je kan eventjes kijken op de... als je bij de worstwaardes kijkt, wat de huizen doen, wat ze uiteindelijk voor verkoopprijs hebben gedaan. Mm. En dan is er ook nog een verschil. Je hebt dus aan deze kant, hier heb je de diepe tuinen met water en alles. Aan die kant heb je dat weer niet. Je bent denk ik ook wel aan die kant geweest. En daar heb je nog een stukje, de Van Zeggelaarstraat. Het is ook wel deze omgeving. Dus het zijn wel lokale verschillen, echt per blokje. Ik denk dat Frank gewoon even contact op moet nemen met de makelaar om te kijken. En wie weet ligt hij dan over een jaar, ook als buurman hier. Wees welkom, Frank. Hij steekt zijn duim op. Heel erg bedankt. Wij gaan afronden, helaas. Want ik had hier nog veel langer door willen brengen. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar de straten van Amsterdam. Morgen zijn we weer met een nieuwe aflevering. Graag tot dan.